Een paar dagen geleden zat ik er echt in mijn hoofd doorheen. En dat heb ik niet snel, maar het werd mij echt even allemaal te veel. Goedemorgen, het is woensdag en we zijn gewoon zo waar op tijd klaar. Sarah is zo vroeg dat ze van mij nog heel even tv mag kijken. Goedemorgen. Het enige wat ik me net bedacht is dat ik gisteren ben vergeten Sarah de bakje en beker klaar te zetten. Dat doe ik normaal natuurlijk altijd. Dus dat ga ik nog even snel doen, maar ja. Hoef ik pas over een kwartier de deur uit. En ik heb ook, ben de laptop aan het aanzetten voor om een video te renderen. Ik heb al het vouwwerk zeg maar, van het wasrek afgehaald. Dat heb ik op bed gegooid, dat ligt al klaar. Ik heb nog meer van dat soort dingetjes gedaan. Dus ik ben ook echt al heel vroeg bezig. Het is echt zeldzaam, maar ook die dagen komen bij ons voor. Vandaag wel boodschappen gedaan, dat ik tenminste met boodschappen thuis kan. Gisteren lukte dat ook niet. En ik ga nou echt weer zo'n heel stom klusje, maar ik heb echt zo'n bak. Hier zitten al onze pennen en dergelijke in, maar echt, ja, ik kan het laten zien. Het is zoveel. Dus toen dacht ik, hier zitten dus ook allemaal kleurpotloodjes in en zo. Maar ja, wat, ik doe daar niks mee. Toen dacht ik, als ik dat soort dingetjes naar uithaal, kan dat naar Sarah de kamertje. Dan gaan we dat daar opruimen en dan heb ik dan hier... Zeg maar, hebben wij wat minder rommel, want kijk ook allemaal stiften. Nou, die zijn gewoon goed, wij doen er niks mee. En zij gebruikt dat wel heel erg veel. Dus toen vond ik dat een goed idee. Ja, echt, ik kan mijn kanaal beter Mama Ruimt opnoemen momenteel. Want dat was een beetje the story of my life nu. Oh, kijk nou. Wij zweerden pas dat we geen nietjes hadden. Vind ik hier dus allemaal nietjes. Zie je, wie opruimt, die heeft wat. Echt. Ik heb dingen dat ik echt denk, waarom heb ik dit? We hebben zoveel van die kleine opruimprojectjes gedaan. Het had zo'n charmante hoek dit, maar goed, moet even. Ik ben mijn tas aan het inpakken. Chantal komt zo hierheen. Die brengt even wat dingetjes langs voor mij. En dan lopen we samen naar school om de kinderen op te halen. Die kan er elk moment zijn. En ik heb net een vlog gerenderd. Dus die ga ik nu heel even snel aanzetten dat hij gaat uploaden. En in principe zou ik dat precies moeten kunnen doen voor ze bij de deur is. Dus daar ga ik voor nu maar vanuit. Even kijken. Zo. Ik doe het even zin in. Die... Die vlogs met Sarah's verjaardag zijn best wel lang geworden. Dus die duurden heel lang om te renderen en ook best lang om te uploaden. Maar ja, er was natuurlijk ook veel die dag. Dus ik vind, moet zeggen dat ik zelf ook bij anderen vaak vind als de vlogs langer zijn. Aan de ene kant denk ik dan, dat is lang. Maar aan de andere kant vind ik die vaak wel leuker. Omdat ze zijn langer, omdat er ook meer in gebeurt. Dus... Ja... Dus bij anderen ben ik ook meestal wel blij als ze lang zijn. Want dan is het gewoon leuker om te kijken. Deze is voor... Maar ik heb echt moeite. Ik krijg ze op tijd online, maar... Omdat ze zo lang zijn, zijn er zoveel editwerk. Waardoor het me echt amper lukt om bij te blijven nu. Dan moet ik wel zeggen, dit is denk ik de laatste of de een na laatste die... Die zo lang duurt. Nee, nog twee denk ik. Die heb ik nog niet gedaan, dus dat is even een gok. En dan worden ze weer wat normaler, denk ik, hoop ik. Maar goed, er komen ook nog wel wat leuke dingen aan. Zo, die staat aan. Moet hij er nog niet? Oh, wel, hij is gewoon traag. Dus dat is mooi. Ik heb echt
Twee wassen helemaal weggestreken net. Ik heb mijn avondeten al klaargezet. Ik heb de camera ook gewoon even laten liggen. Want echt, ik ben nu best wel redelijk aan het ontstressen na de verjaardag met alles eromheen. Maar het was echt drama om weer alles op orde te krijgen. Ik wil zeggen, we hebben de versiering weg, maar de boog van de ballon, die hangt er echt nog. Trouwens wel hele mooie bloemetjes gegeven. Oh, ik zal het even laten zien. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik vind ze echt heel mooi. Kijk. Mijn mooie boeket. Ik vind hem echt wel heel gaaf. Ik hou er wel van. Ik hou sowieso heel erg van bloemen. Tja, ik zie dan niet. Ik verwacht elk moment, maar dat komt wel goed. En dat zeggen we ophalen. Vinden we dat zo leuk? Ook komt ze tegenwoordig meestal naar buiten. Mama, mag ik bij die spelen? Nou, ik denk, ik was heel blij dat ik je mocht ophalen. Maar zij denkt er soms iets anders over, want dan wil ze gewoon met iemand mee. Maar goed, ze doen het allemaal, dus ik moet me niet persoonlijk beledigd voelen. Want al die kinderen komen ook, mag bij die. Dus, en als er wat is, is het toch wel mijn kleine meisje en dan wil ze toch niks dan mij. Dus, moet er maar mee leren leven. Sarah, ben je verstopt? Wat ga je doen? Met Noah mee werken. Kijk eens naar mij dan zie ik je ook. Heel. Waar ben je? Heel. Oh, voor de baby. Wacht even. Ja, dat was een bij. Hoe kan je prima? Ja, want als je een wesp ziet, dan moet je heel stil staan en zo. Dan moet je neus dicht houden. Ja. Oh. Ik wil gewoon. Hey, heb je Noah de baby in je jas? Ja. Oh. Want anders wordt hij nat. Ja. Want ik mag mijn jas niet open. Hé, hey, Marcella, zullen we voortaan gewoon zorgen dat we dit soort dingen voor schooltijd afspreken? Mama gaat zoveel keer in de week voor niks naar school. Kindloos komt terug. Ik kom ook een kindloos terug. En volgens mij zat ik... Ja, dit zat ik er net volgens mij nog te vertellen, zoiets. Dat ze naar buiten komt altijd... Mag ik bij die spelen? Mag ik bij die? Dat zat ik net nog te vertellen inderdaad aan de camera voordat ik wegging. Ja. Nou, alsnog... Alleen thuisgekomen. Ik had het erover en prompt gebeurt het natuurlijk. Dus ik denk, dan ga ik maar gelijk even een stukje editen. Dan kan ik dadelijk als ik de ophaal die video klaarzet. Of in ieder geval laten renderen. Ik moet gewoon echt even inhalen. Deze vlog is sowieso, zag ik ook wel heel lang. Ik heb hier echt al 55 minuten aan beeldmateriaal ruim. Dat wordt natuurlijk wel een stuk korter. Dit is een discofeestje. Staat natuurlijk voor jullie al lang online. Maar daarna worden ze dan korter. Volgens mij zit ik vandaag allemaal dingen dubbel te vertellen. Maar ik weet het gewoon niet meer. Ik denk als ik daar weer alles bij heb. Dat het ook weer in mijn hoofd beter gaat. Al gaat het nu wel beter. Een paar dagen geleden zat ik er echt in mijn hoofd doorheen. En dat heb ik niet snel. Maar het werd mij echt even allemaal te veel. Het was echt... En verjaardag en de cadeaus en alles inruimen. En ik had natuurlijk zoveel gedaan die weken ervoor. Dat ik echt even overliep. En dat is wel aan het stabiliseren. En ik probeer nu echt gewoon elke keer een paar punten die aandacht hebben op orde te brengen. En de rest dan gewoon alleen te doen wat echt moet. Zodat ik dadelijk gewoon met alles weer bij ben. Want ik voel me dan gewoon veel meer zen. Maar goed, dan ga ik dit nu wel doen. Want anders zit ik weer een uur te lullen tegen jullie en... Dan heb ik het nog niet af. En hij staat te renderen. En nu gelijk de auto in. Sarah ophalen. Ik vind het ook alweer lang genoeg geweest. Ik vind het altijd zo stil. Ik ben wel blij dat ik die vlog even heb kunnen doen. Want dan vanavond de ander. En dan ben ik wel weer goed op weg. Om bij te liggen dadelijk. Ik neem mijn telefoon mee. En ik was bij Noah, want ze moest naar de tattert. En ik mocht van mama mee. En wat we alle nou allebei kregen, is dit. De ene is, deze is alleen anders. Want dit is voor papa. En dan is deze voor ons. Voor mij bedoel ik. En voor Noah heeft voor haar moeder. En ik ben gezellig weer bij mama. Tijd voor lekker stampot. Dat hoort bij dit weer, hè? Nee. Nee? Ik vind echt stampot weer. Vind jij het geen stampot weer? Nee, dat vind ik alleen in de winter is stampot weer. Nou, ik vind het aardig winters weer.
Het is koud, hè, Sarah? Ja. Het is zo koud als mijn water. Zo koud als je water. Ma? Het eten is op. Ja, wil jij hem krassen? We hebben weer even gekeken. Ja. Met een cadeaukaart moet je dit heel voorzichtig te afkrassen. Kun je hem op je broek even leggen. En Sarah heeft vandaag besloten, die had oorbelletjes ook op de lijstje die ze heel graag wilde. En ze heeft natuurlijk cadeaubonnen gekregen. Maar ik hoop dat ze die oorbellen nog hebben, want kijk. Een beetje moeite op de Bijenkorf-app om ze te vinden. Mag ik je andere open? Nee, nog niet. Ik weet niet hoeveel erop staat. Ik weet niet of dat nodig is. Er staat 15. Oh, even kijken. Als het goed is. Ja, ze zijn nog te bestellen. Gaan we eerst eens kijken. Hé, hey, kijk eens. Je hebt weer geluk, want gisteren met Barbiehuis was te koop. En deze zijn van 35 voor 24,50. 24. 50. Ja, dat scheelt je gewoon weer 10,50 euro. Dus je hebt wel weer geluk. Dat heb ik nou nooit. Even kijken naar betalen. Even kijken, cadeaukaart. Nou mag je dit nummer voorlezen, want daarna is die toch niet meer. 0, 9. Die heb ik al, 9, daar. 9. Nee, vanaf die. Wacht, 000266. Wacht even, 000264. En dan, hoeveel nullen? 3. 1, 2, 3? Ja. Nee, in die nieuwe? 4 nullen. Ja, en dan? 2622. Ja. 11987. Oké, en... Die doe ik even, die moet je niet hardop zeggen. Want stel je zou overhouden, controleer je al. We gaan even kijken hoeveel hierop staat. Oh, die, dat is toch ook 20 euro. Sarah ligt lekker op de bedje. En we hebben, hoe heet dit, de oorbellen voor haar besteld. Dat had ik laten zien natuurlijk. En nu, ik denk, nou is mijn video klaar, ga ik hem uploaden. En ik zie dit. Hij blijft hier op hangen en mijn computer reageert niet. Dus hij staat echt al, nou, je kan het hier zien, hij is bijna 5 uur bezig geweest. Want mijn computer heeft een beetje moeite de laatste tijd. En hij stopt hier dus gewoon. En hij moest nog 9 minuten 11. Nou weet ik niet, want hij reageert nergens meer op. Misschien heeft hij het nog wel gedaan. Dat het er wel op staat, maar ik... Ik kan gewoon niks meer zien. Echt mega irritatie dit. Wacht even hoor. Ik probeer hem te ctrl-alt-deleten. Maar dat gaat niet. Als ik de camera beet heb. Want mijn vingers komen niet ver genoeg. Maar ook daar reageert hij niet op. De computer doet gewoon helemaal niks meer. Oh, en ik hoop nu zo dat als ik hem opstart dat hij gewoon op het scherm blijft hangen. Maar dat die video klaar is. Want ik wil zo graag bijdraaien en ik ga hem echt nu geforceerd moeten afsluiten. En ik ben hier gewoon echt niet happy mee. Want ik wil gewoon dat het weer helemaal bij is. Zoals altijd. En dit schiet dus gewoon niet op. Want dan moet hij morgen weer renderen. Maar dan ga ik nu gewoon een nieuwe video editen. En dan moet dat maar morgen tussendoor als ik met andere dingen bezig ben. Maar ja, als die online zou staan, het kost toch heel veel tijd. En die tijd kan ik niet op mijn computer gebruiken. Wat kan wel, maar dan is die zo traag dat het eigenlijk gewoon geen zin heeft. Want wat ik aan het doen ben gaat dan heel traag en het renderen gaat dan nog trager. Echt vol spanning nu. En Marco is er ook, maar die is onbereikbaar. Die zit de administratie doen, die heeft zijn muziek op en... Lekker stokbroodje in de oven. Marco is al net naar bed gegaan. Ik ruim het gerechtenkamer nog even op voordat ik naar bed ga. Ik vind het zo fijn als het allemaal... Nou, wacht even, mijn deur ging niet open. Ik vind het zo fijn als dat allemaal netjes is als ik... ...'s ochtends wakker word. Dat wordt gewoon zoveel lekkerder... dan word je zoveel lekkerder wakker, vind ik. Ja, eigenlijk niet heel veel boeiends te vertellen. Oh ja, ik was net aan het opruimen. En ik kon het kist natuurlijk pas dicht. Nou, 6 jaar geweest. Het valt nog mee, het kan erger. Hier staat natuurlijk ook de Barbiehuis. En morgen
krijgt ze de Barbie-winkel. Zet ze hem erbij. Dus ik heb vandaag al die kasten iets geschoven. En dan kan die daar als het goed is naast. Van dat hoop ik, want ik ga er eigenlijk blind vanuit dat je die ook dicht kan vouwen. Maar eigenlijk weet ik dat dus helemaal niet zeker. Nou, laten we maar gewoon hopen dat dat zo is. Want ik weet dat ja, ze is er gewoon nog meer dan een jaar voor aan het sparen. Dus ik ben voor haar echt mega blij dat ze nu heeft. Ook met de laatste centjes van haar cadeaus. Maar voor mij hoeft zo'n groot ding niet in huis. We hebben al zoveel grote dingen. Nou, ik ga nu lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder, zoals ik natuurlijk altijd vertel. Duimpjes, reacties worden zeer gewaardeerd. En dan zie ik je morgen.